Mijn eerste werken heb ik altijd opgevat als prototypes voor volgende opdrachten. De eerste openluchtijsbaan die semi-overdekt werd. Een ingenieursopdracht. Als architect bewaakte ik het concept en de vormgeving. Ik werd geïnspireerd door een gedreven opdrachtgever, een onderwijsdeskundige met een visie op een open leerschool. Naast klassikaal onderwijs ook ruimte voor groepswerk, een soort bijenkorf. Eerste werkje was een kerkje. Een serene ruimte in een rumoerige stad kreeg van Kamban en Tennekes om van stoel tot stad te ontwerpen. Het is nu een soort aula van een school. Een bijzondere opdracht, enerzijds een gevangenis en anderzijds een verblijfs- en behandelomgeving voor mensen die voorbereid worden om terug te keren in de maatschappij. Zo kijk je, ondanks de 5 meter hoge muur, toch over de omgeving uit. Ik hou van dit transparante en luchtige gebouw. Ik ben jarenlang met de Jaarbeurs bezig geweest, van hoofdstructuur tot Prins van Oranjehal. De hal met grote overspanningen met veel techniek voor licht en lucht, markant vormgegeven constructie en gecoördineerd. De oplegpunten voor de liggers zijn tevens de techniekruimtes en de toegangen tot het hal. Nu, met computers en BIM, zou het een stuk eenvoudiger te verwerken opdracht zijn geweest. Een van onze verbouwopdrachten. Een te renoverend ziekenhuis moet met jarenlange ingrepen toch voldoen aan de criteria van een nieuw ziekenhuis. Een ingewikkelde, 15 jaar lange klus. Met veel verbouwstrategieën en overleg. Uiteindelijk is het een mooi gebouw geworden. Een bijzonder ziekenhuis, zorgstromen verdeeld in acute, electieve en chronische omgevingen. Een terminalconcept waarbij de laagbouw maximaal flexibel is, als een hal van een luchthaven. Een healing environment, niet alleen door de ligging en het uitzicht, maar ook in de details, lage ramen, te openen delen, kunst en kleur. Daarnaast een zeer functioneel gebouw met een scheiding van logistieke stromen. En een duurzaam gebouw. Koude warmteopslag, zonnecellen en veel daglicht. Ik heb het ontworpen samen met een inspirerend ontwerpteam. Het in de jaren 90 ontwikkelde structuurplan voor de verbouw is nog steeds bestendig. De centrale hal met de prachtige kunstwerken en het vele daglicht, een aangename, ontspannen ruimte. De vormgeving van het gebouw past zich met de jaren aan met de verjonging van het bureau, maar de structuur blijft bestaan. Protonenbehandelcentrum, een zeer ingewikkelde techniek, in een gebouw gepropt, dat vriendelijk moet overkomen. Teamwork, onder leiding van de architect. In een dwingend stedenbouwkundig concept heb ik een ziekenhuismodel ontworpen waarbij de functies gescheiden zijn. In het hotel, de hotfloor, kantoorgebouwen en de fabriek. Elk type heeft zijn eigen specificatie, zowel bouwkundig, technisch als interieur. Het beddenhuis lijkt op een hotel, gastvrij, maar is ook eenvoudig te transformeren in een woonappartementengebouw. De fabriek, losstaand en faciliterend voor de rest van het ziekenhuis. Het complexe hotfloorgebouw met veel techniek. Kortom, een ensemble in een groene omgeving met veel aandacht voor healing environment. In dezelfde stedenbouwkundige strips als het ziekenhuis, een hotel dat ook zorg en revalidatie biedt. Geen medische sfeer, maar een lobby zoals je die in hotels aantreft. Afwijkend van het ziekenhuis door de uitbundige vormgeving van de hal. Als een van mijn laatste werken ben ik trots op dit gebouw.
Terugkijkend op mijn werken, een zee aan mogelijkheden. Ik geef het graag door aan de mij opvolgende ambitieuze generatie.